drie lengte, het is vier lengte, het is misschien wel vijf lengte voor Darby Lobel. Ze hebben haar aangevallen, ze hebben haar gestolkt, maar ze gaat gewoon door, alsof er niets aan de hand is. Ik heb Fantjaar alleen gezien. Wat ik zelf eigenlijk de beste vind die ik gezien heb. Dat is die van Agenborst. Die Ready Case met Derby Lobel. Want ik kwalificeerde tegen. Nou, de uitstraling. En hoe die voorbij kwam. En Finiste heeft me enorm aangesproken. En de start valt en die begint met een galoppade voor Louis E. Lobel. En de start is gevallen. Start valt. Na de start is Jason Centaur snel weg aan de binnenkant. Daarnaast Lozano Boko en daarachter ligt Rick Ebbingen met Ronin. Zo gaan de paarden de eerste bocht in en de favoriet houdt daar de leiding. Dat doet Kaden van Breem in de verkeerde gang ook. Die gaat van de benen en zo zijn de paarden onderweg. En de leiding aan de binnenkant is voor Crudelia Font. Helemaal aan de buitenzijde. Sneller start van Jade Beukenswijk. Maar nog sneller aan de buitenzijde komt John Dekker naar voren met Ronin. Osuki, du 5 King Dancing Hero, car l'avion n'est pas très soutenu. Il va falloir se sortir de ce piège. Un tour à faire. Loborgade ici, toujours en tête. Et un rapproché spectaculaire du numéro 9, Louise Lebel, qui a profité du train peu soutenu pour prendre le commandement maintenant. Dancing Hero qui est en deuxième position. Le 3, Loborgade ici, qui n'est pas très loin. Avec Louise Lebel, le numéro 9, qui a toujours nettement l'avantage sur le numéro 5, Keep Dancing Hero. Louise Lebel, qui a choisi le bon moment, qui s'est détaché, qui va l'emporter. Louise Lebel, le 9, va l'emporter. Sehr, sehr, sehr gut vorbereitet von Age Postumus. Pferd war ganz stark trainiert, hat ganz stark Grundtraining drin gehabt. Und das Pferd, muss ich sagen, der hat einen Speed, ja, da kriegt man eine Gänsehaut. Hij hoeft er niks aan te doen. Bakker scoort wederom een overwinning hier. De Classics voor de stal Hagort Bakker. Dit is...